Dit weekend gaan wij spoorstaven slijpen. En daarmee gaan we met een slijptrein over de spoorstaven heen en slijpen wij de spoorstaaf. De slijptrein is in feite een hele grote slijpmachine. Met het slijpen halen we een klein stukje van de spoorstaaf af, een paar tiende van millimeter. Vergelijk het maar met het scrubben van je huid of van je gezicht, waardoor die mooi strak is. Dat is beter voor de houdbaarheid van de spoorstaaf. Een bijkomend effect, minder geluid naar de omwonenden. Je krijgt dus een stille spoor. Wij slijpen 's nachts, omdat we dan de ruimte en tijd hebben ons werk te doen. Een aantal uren kunnen we op het baanvak dan slijpen. Er rijden geen reizigerstreinen, reizigers hebben er geen last van. Maar omwonenden kunnen dan een behoorlijke vonkenregen onder de slijptrein zien. Dat is op zich een spectaculair gezicht.